Nou, dit is gewoon een beetje een zoete meuk. Dit is niet per se een alcoholvrije IPA zoals ik hem zou verwachten. Stinkt. Oh nee, hè? Maar echt stinkt? Ja. Stinkt als in... Naar vlees. Dit is eigenlijk naar vlees. Radar heeft alcoholvrije IPA biertjes laten testen. En deze... En deze moet je volgens onze testers in ieder geval niet hebben. Hier kan gewoon meer smaak in zitten. Een beetje nou, zuur. Dit ruikt naar hondenbrokken. Ik vind het wat de fuck? Ik vind het zuur ruiken. Nee, ruik maar echt serieus. Maar ja, welke moet je dan wel hebben? En waarom is IPA het bier bij uitstek om alcoholvrij te drinken? Dat hoor je zo. Maar eerst stellen we de testers voor. En dit is bierkoning Rick Kempen. Geen gieten, maar genieten. Dat is voor mij een IPA is. Cheers! En dit is een deel van het vrouwenvoetbalteam Dames 1 van BLC Den Bosch. Naast de IPA's van Bavaria en Brouwerij Het Ei hebben we ook de non-alcohol IPA's van Jopen, Lowlander en Brand getest. Wat is een IPA? Een IPA is een bier met een heel lang historisch verhaal waarvan we ook niet zeker weten of het klopt. Dus vergeet dat. Vandaag de dag is IPA een bier dat wordt gekenmerkt door een bittere smaak en een heel fruitig, geurig, tropisch karakter. Ik vind hem naar enkel bier ruiken. Je vindt hem naar gewoon bier ruiken? Ja. Nee joh, mag ruikt naar gewoon bier? Nee. Nee, maar dit lijkt een beetje op die... Het ruikt een beetje naar alcohol. Hij lijkt wel op gewoon bier. B. Alles begint natuurlijk altijd met kijken. Het lichter bier dan de vorige. Dit is meer goud. Stevige witte schuimkraag. Het ruikt naar ijsthee. Fietje. Maar het ruikt echt slecht volgens mij. Hoezo? Ik vind het wel ja, niks herkennen of zo. Ik vind het wel ik vind het wel lekker. Ja, ja. Ik denk dat IPA ruikt. Ja. Maar waarom zijn er eigenlijk specifiek van IPA's zoveel alcoholvrije versies verkrijgbaar? IPA is met afstand een van de beste bieren om alcoholvrij te maken. Juist omdat er zoveel hop in zit, die heel veel geuren, maar ook een duidelijke bittere smaak geeft, overstemt die vaak het gebrek wat je in een alcoholvrij bier hebt. En dat is vaak dat zachte, zoete broodachtige. En wat is eigenlijk precies alcoholvrij? Het ene biertje heeft 0,0%, maar de IPA van Brouwerij Het Ei heeft bijvoorbeeld 0,5%. En die van Jopen en Lowlander allebei 0,3%. Er zit altijd alcohol in alcoholvrij bier. Zelfs als er 0,0 op staat, zit er nog een heel klein beetje in, want je kunt geen alcoholloos bier hebben. In Nederland gemaakt bier mag maximaal 0,1% alcohol bevatten om alcoholvrij te mogen heten. Alles daarboven tot 1,2% is alcoholarm. In Europese andere landen mag je bier alcoholvrij noemen tot maximaal 0,5% alcohol. Het is alleen geen Europese regel, dus als je het in Duitsland mag verkopen als alcoholvrij, mag het ook in Nederland. Er zit dus een belangrijk verschil tussen alcoholvrij bier gebrouwen in Nederland en daarbuiten. Maar is het alcoholvrije bier ook echt zo goed als bier met alcohol? Om hierachter te komen hebben we in de test ook een IPA van 6% alcohol toegevoegd en hebben we dit achteraf pas verteld. Ik vond hem dus heel intens smaken, maar nu ik weet dat daar zoveel alcohol in zit en ik vond hem dus ongelooflijk plat bitter, vind ik het eigenlijk gewoon het minst goede bier van de tafel bijna. Sunny Day IPA! Van Jopen, ja, 6%! Ja. Vandaar dat hij zo lekker was. Ja. Dat hij allemaal afkreeg. Met de stoom. Oh, erg lekker. En die vond Lorraine dan weer helemaal niet lekker. Maar dan snap ik het, want ik hou niet van IPA met alcohol. Nou. En die vond ik niet lekker. En nu, welke IPA zonder alcohol komt er het beste uit de test? Hey, ja, nee, ja, nee. Als je dan uit een alcoholvrije moet kiezen, die. Ja, dan die. Nou, voor mij of deze. Voor mij dan Bavaria. Ja. Die of die? Of die. En welke vind je dan de lekkerste? Dan vind ik bier E het lekkerste bier aan tafel. Had ik ook zo opgeschreven. Mijn conclusie is dat er inderdaad heel goed smakend alcoholvrij bier is. Zelfs de bieren van de grotere industriële brouwers zijn al heel veel beter dan dat ze jaren geleden waren. Toch zie je wel dat het de kleinere brouwers zijn die de echt spannende alcoholvrije bieren maken. Cheers! Zo, dat was redelijk interessant. En wil je nog meer video's zien? Klik dan hier. En als je nou denkt, joh, ik wil eigenlijk nog veel meer weten over dubieuze praktijken of ik wil gewoon kosten besparen, dan kan je ons volgen.